Hé, hey, met Batten ga ik erin, broer. 0 euro, man. Ik deze man eruit, man. Ik ben weg, man. Ik ben Ridda van Global Fight Center en vandaag sta ik in Arnhem bij het Gelredome. Over een maandje zal alles hier plaatsvinden. Rico Verhoeven tegen Badr Hari. Zijn ze in Arnhem nou team Badr of team Rico? Dat ga ik uitzoeken. Ja, ik zou wat willen zeggen. Ja? Natuurlijk. Even zo naar de camera zo. Dat zijn neus loopt in één lijn met zijn voorhoofd zo. Dat vind ik wel vet. En Badr Hari? Die ken ik niet. Ik sta hier in Arnhem. Naast wie sta ik? Michael. Nou ja, op 21 december vechten Badr en Rico tegen elkaar. Wat vind jij daarvan? Ja, het gevecht is moeilijk te kiezen wie. Maar ja, kijk, Badr is ook een oude legende. En ja, Rico die is ook best wel lang bezig. Alleen ja, het is een moeilijke keuze om te zeggen van het wordt Rico of Badr Hari. Maar ja, kijk, oude legende. Ja, kijk, als hij het doet, ja, dan is het Badr Hari natuurlijk. Maar ja, Rico kan het ook onverwachts uit de hoek komen. Dus ja, dat is nou een moeilijke keuze om jou te zeggen wie het gaat worden, man. Maar ben jij team Badr of team Rico? Om eerlijk te zeggen, team mezelf, maar ja, om jou echt de keuze te gaan geven, dan zeg ik gewoon team Badr, weet je. Ja, want kijk, een legende, snap je. Dat is een oude, ja, hij is er nog steeds. Snap je, die anderen zijn allemaal, ja, die hebben de trap, zeg maar, afbetreden. En ja, nu dat Badr nog steeds aanwezig is, een van de oude legendes. Ja, ik hoop dat hij het doet, man. Ik hoop dat hij het doet. Bedankt, hè. Geen probleem. Ik sta hier naast Luc, een eigenaar van een van de winkels hier in Arnhem. Yes. 21 december, Badr tegen Rico. Yes. Ben jij team Badr of team Rico? Toch wel team Rico. Ja? Ja, ik gun het Badr wel, maar ik denk dat Rico hem wel gaat winnen. En waarom denk je dat? Geen idee, voorbereiding, fysiek ook wel. Tuurlijk zien ze er allebei goed uit, maar ik denk toch dat Rico het gaat worden. En denk je dat Rico wint op punten of op KO? Ik denk op punten. Ik denk dat het wel een lange wedstrijd wordt. Badr is natuurlijk ook ietsje ouder. Dus ik denk dat Rico hem wel gaat winnen. Maar als Rico wint, weet je wel, hij is al lang kampioen. Denk je dat er nog wel mensen gaan naar het kickboksen gaan kijken als Rico wint? Ja, tuurlijk. Er komen altijd weer nieuwe wedstrijden aan. Dus dat komt altijd goed. 21 december, Badr tegen Rico. Ben je team Badr of team Rico? Team Rico. En waarom? Ja, omdat... kijk, laat ik het zo zeggen... Wat ik hard vind aan die guy is dat als je vanaf de zijkant naar zijn hoofd kijkt, dus zeg maar, doe ik even zo naar de camera zo, dat zijn neus loopt in één lijn met zijn voorhoofd zo. Dat vind ik wel vet. Voor de rest mag ik hem ook wel. En wat vind jij van Rico als vechter? Ja, wel echt, hij is gewoon top. En daarnaast, ik vind hem ook gewoon, hij representeert de sport gewoon goed. Hij is echt een professional, ook buiten de ring. Qua, ja, wat hij zegt, gewoon de goede dingen, weet je wel. En ja, er zijn er genoeg die het kickboksen en alles daaromheen in een minder goed daglicht zetten. En hij doet dat gewoon helemaal goed, eigenlijk. Dus Badr zet eigenlijk het kickboksen in het verkeerd daglicht? Dat wil je ermee bedoelen? Nee, ik heb het niet, als ik anderen zeg, anders had ik wel gezegd, ja, Badr doet dat, maar... Ja, weet je, niet iedereen geeft de sport een even goede reputatie, toch? Dus, Rico, dat is gewoon echt een professional. Ook gewoon echt een familieman, volgens mij. Dus ik mag hem wel. En wat vind jij van de wedstrijd? Het is in jouw stad. Ga je er zelf ook naartoe kijken? Ik ga er niet heen, maar weet je, het interesseert me wel gewoon, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Alleen tickets zijn een beetje prijzig, dus helaas. 21 december vechten Badr Hari en Rico Verhoeven hier in jouw stad. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik ben er niet echt mee bezig, maar al leuk dat hij hier is. Wat vind jij van Rico Verhoeven? Ja, leuke vent. Gewoon goed in zijn sport en gewoon leuk. En Badr Hari? Die ken ik niet. Die ken je niet? Ja, ik ken hem. Zeg ook, ik weet wie het is, maar ik zou niet weten wie of wat hij... En ga je zelf ook kijken naar de wedstrijd of ben je daar niet mee bezig? Nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Nee. Dankjewel, hè. 21 december vechten Badr Hari en Rico Verhoeven tegen elkaar hier in Arnhem. Wat vindt u daarvan? Ik heb niet heel veel daarmee. Nee? Nee. U kent Rico Verhoeven wel? Nou, ik ken alle twee de namen wel, ja. En
Wat vindt u van hun als vechter of als persoon? Of? Helemaal geen idee, want ik ken ze helemaal niet. Okay. Maar heeft u ook geen enig idee wie zal winnen? Nee. Doe eens een gokje. Ik zou het niet weten. Eén klein gokje. Wie denk jij? Ik denk Badder. Oké. Jij? Zou kunnen. Hoeveel geld zou ik jou moeten geven om de ring in te gaan met Rico Verhoeven? Oh, dat zou ik nooit doen. Zou je dat nooit doen? Ook niet als hij nu 10 miljoen cash zit? Lijkt me niet zo handig. Jullie wat vragen, broer? Wat wil je vragen? Over Badder en Rico. Badder en Rico, ja? Je mag vragen. Hey, kom. Je mag je capuchon afhouden. Dat is mijn goen, hè. Hij kan niet... No face, no veel. Wat wil je vragen? Ja, toch? 21 december vechten Badder en Rico in Arnhem. Ja, man. Voor wie ben jij? Broer, ik zeg je eerlijk, ik ben altijd de Rico geweest, man. Altijd? Ik vind hem echt een baas, hè. Hij doet het gewoon. Hij houdt van die sport, toch? Daarom, weet je toch? Vaak zeggen mensen, hij kan niemand KO slaan. Hij kan alleen op punt. Hij is een saaie vechter. Wat vind jij daarvan? Ja, ik weet niet, man. Kijk, ik kijk niet zoveel boksen, maar als ik hem zie... Hij is echt sterk, groot en zo, maar... Ja, dat hij op punten bokst, ja, dat is gewoon zijn kwaliteit, toch? Ja, als hij dat... ik weet niet, maar ik heb niet zoveel verstand daarvan, man. En wat vind jij van Badder als vechter? Badder als vechter, dat is gewoon een doorzetter ook. Gewoon een strijder, maar... Sinds eigenlijk die vorige gevecht van hun, ben ik een beetje boksen gaan kijken. Dat is wel een leuke sport eigenlijk, man. Ja, toch? Voor hoeveel geld zou jij zelf de ring ingaan met Badder? Met Badder? Ja. Hey, met Badder ga ik erin, bro, 0 euro, man. Ik neuk deze man kanker uit, man. Ik ben weg, man. Hey, rustig aan, hè. Meneer, 21 december vechten Badder, Hari en Rico Verhoeven in uw stad. In wie is je stad? In uw stad, Arnhem. Dat is mijn stad niet. Oh, waar komt u vandaan? Ik kom uit Velsenbroek, in de Noord-Holland. Maar u kent Badder, Hari of Rico Verhoeven? Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. Maar voor de rest volg ik dat totaal niet. Nee, het is... Je gaat ook niet kijken 21 december? Het is niet mijn sport, nee. Wat vindt u van de sport dan? Kickboksen? Ja, ik vind het gewelddadig. Dat hoeft voor mij niet. Wat is uw type sport? Nou, dat is voetbal. Voetbal? Ja. Het kan ook gewelddadig zijn, hè? Heel zeker weten, ja. Maar daar hoort het niet. Ja, oké. Als je met kickboxing iemand in elkaar schopt, dan heb je gewonnen. En dat is met voetbal niet. Dus je zal nooit de ring instappen zelf? Nee, zeker niet. Nee. Ook niet als er geld wordt... Nee, ook niet. Nee. Oké, is goed. Hè. Fijne dag nog verder. Ja, hetzelfde. Heb je enig contact met kickboxen? Een beetje. Ja. Nee, totaal niet. En ben je dan team Badder of team Rico? Team Rico. En waarom dan? Ja, sowieso. Fenomeen. Ja? Ja. Wat vind jij zo goed aan hem? Nou, hij is gewoon de beste. Hij is de beste die er is op dit moment. Het is gewoon de... Ja. Er is geen beter op dit moment ook dan Rico. Dus Badder vind jij nog niet op zijn niveau of vind je hem gewoon, ja... Nee, ik denk dat Badder niet op zijn niveau zit. Nee. En waarom denk je dat? Ja, als je kijkt hoe lang Rico al kampioen is. Badder is toch een beetje afgezakt. Lang niet gevochten. Dus ik denk dat Rico, geen partij voor Rico. En Badder in zijn toptijd. Zou die Rico wel kunnen verslaan dan? Lastig. Misschien dat hij wel een goede kans had gemaakt dan. Als hij wat jonger was geweest nog. En als ik jou nu 1 miljoen cash bied, zou jij met Rico erin? Nee, sowieso niet. Nee. 1 miljoen? Nee, dat hou ik geen één ronde vol. Sowieso niet. 10 miljoen? 10 miljoen? Levenslang niet meer werken. Voor één ronde. Voor één ronde? Dat doe ik. Ja? Ja. Team Badder of team Rico? Ja man, ik zeg eerlijk, ik kan niet zomaar zeggen. Ik vind het een beetje lastig. Waarom vind je dat lastig? Ja, ik weet niet man. Maar ik denk ik dat Rico man. Rico gaat winnen? Ja, punten of KO? Punten denk ik. Hij wint altijd met punten, dus ik denk het wel punten man. Ga jij zelf ook kijken of... Ik denk het wel man, ja, omdat het hier in de buurt is, dus... Ja man. Vecht je zelf ook? Ja, ik ben ook MMA-vechter. Ik ben MMA-vechter, man. Zou je ooit met Rico of Badder de ring in willen gaan? Als je wil, dat wel. Ja? Ja. Ik doe je oproep. Hij kijkt ook. Badder kijkt. Welkom, man. Ik ben klaar voor. Hij maakt hem kapot. En rustig aan, boys, hè? Je wat vragen mogen stellen. Nee, dankjewel. Eén vraag. Wat is de vraag? Over Badder of Rico? Nee, dankjewel. Nee?
Als ik de naam Badr al zeg, dan loopt ze al weg. 21 december vechten Badr en Rico hier in Arnhem. Ik heb het meegekregen, ja. Sowieso gaan we erheen. En ja, ik hoop dat het een eerlijke, mooie pot is. Sowieso Team Rico. Team Rico? Sowieso. En waarom? Ja, gewoon zijn uitstraling. Hij is gewoon atleet. Maar ik ben altijd Badr-fan geweest. Ja. Sowieso Marokkaan, maar sowieso Badr-fan. Maar hoe Rico zich presenteert is wel sportief. Maar eerlijk is eerlijk. En waarom ben je dan afgehaakt van Badr naar Rico? Wat maakte jou tot die overstap? Ja, gewoon op een gegeven moment is het hoe hij zich neerzet. Is gewoon Rico toch het gewoon netter. Nee, weet je, gewoon echt een sportman. En Badr is toch de bad boy. Wat ik net zei, ik was vroeger altijd voor Badr. En hij is toch echt de bad boy van de kickboksen. Maar hij presenteert zich niet goed. En dat vind ik wel een beetje jammer. Dat is als hij dat gewoon voor de buitenwereld een beetje laat zien van ik ben toch de sportman. Ja, dat was sowieso Badr, weet je wel. Maar toch, ja, wat ik net zei. Het is gewoon Rico die zich toch net iets beter profileert, zeg maar. Dat vandaar. Team Badr of Team Rico? Team goede partij, man. Team goede partij. Ja. Made the best man win, man. Dus je hebt geen voorkeur? Nee, het zijn allebei twee sportmensen. Ze trainen kapot voor die partij. Dus laten we een eerlijke wedstrijd hebben. Made the best man win. En laat ze ons sensatie geven, man. En wie hoop je dat wint? Of wat hoop je? Ja, ik heb wel een zwak voor Badr. Gewoon zijn uitstraling, zijn alles. Maar ja, wat ik zeg, Rico is ook gewoon de sportman, man. En je ziet, hij knokt er ook voor. Dus het is hem ook niet gegeven. Dus ja, ik ben gewoon voor... Laat ze elkaar lekker uitdagen daar. Dat we kunnen genieten. Ga je zelf ook naar het Gelderdome? Nee. Ik ga lekker thuis kijken. Lekker thuis kijken. Popcorn erbij. Ja, gewoon relax thuis. Herhaling zien. Ja, man. Dat is goed, man. Dankjewel. Hè. Rust gaan. Thanks, man. Ook even, dat zijn de boys. Ja. Hij is met zijn boys. Maar wat vind jij van het gevecht tussen Badr en Rico? Nou, Rico gaat winnen, want Rico is volgens mij iets beter getraind. Weet je zeker? Ja, Badr, je moet lekker terug naar de gevangenis. Waarom denk je dat? Oh, omdat hij iemand had geslagen of zo. Wat vind jij van Badr dan? Ik vind het wel hard, omdat hij kan wel goed kickboksen, maar ik denk dat Rico wint, omdat hij beter getraind is. Maar hij kijkt onze video's ook, hè? Ja. Oh. Durf je dat nog steeds? Ja. Ja? Ja. En wat nou als ik zeg dat Badr achter je staat? Ja. Staat hij niet. Dat is jammer. Waar ga jij kijken? In het Gelderdome of ga je gewoon lekker thuis? Ja, ik moest de 16 plus zijn voor die Gelderdome. Vaar maar naartoe, maar ik kon serieus niet. Okay. Dat 16 plus moest zijn. En voor hoeveel geld zou jij zelf de ring in willen gaan tegen Badr of Rico? Ja, dan moet hij wel 2 miljoen geven hoor. Ja. 2 miljoen? Ja joh, anders word ik doodgeslagen. Nou, kijk deze video's, dus doe maar je oproep. Ja, 2 miljoen. Hoe kan die al bereiken? Gewoon naar Arnhem komen. Ja. Zeg je Insta, promoot je zo. Nee hoor, dat is gay. Doe. Oké, Zoin. Ja, hij is dek, vriend. Oké, Pablo Boeschalt. Oké, A.S.Klaas_, dat is mijn Instagram. Ja, yes, dankjewel. Rustig aan. Ik ben Team Rico, man. En waarom? Ik vind Rico een veel hardere vechter. Ook meer respectvol dan Badr, dus daarom. Punten of KO? Ik denk op punten, man. Waarom denk je dat? Ik denk dat ze allebei goed gefocust zijn, dat niemand de KO gaat, man. Dus ik denk Rico op punten, man. Maar wat vind jij van Rico als vechter dan? Ja, ik vind hem een goede vechter, hij ziet er fit uit, hij is goed. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Ga je zelf ook naar het Gelderdome dan? Nee, ik was wel van plan om te gaan, maar ik ga gewoon tv, man.